Aston Martin DB11. Zie je bij ons niet zo heel vaak, maar we zijn hier in Monaco en daar staan ze letterlijk op elke straathoek. Want geld hebben ze hier heel veel. Wat ze hier niet hebben, kijk maar om je heen, dat is ruimte. Dus wat je naast supercars, dikke limo's vooral heel veel ziet, stadsautootjes. En dan natuurlijk niet zomaar goedkope stadsautootjes, maar met een beetje luxe, een beetje pit, een beetje sportiviteit. Want het mag wat kosten, maar het moet ook klein zijn. Dus nieuwe Volkswagen Up GTI, de volgende. Jawel, eindelijk Volkswagen Up GTI is er. Autootje wat al heel lang geteased werd, waarvan studiemodelletjes waren gemaakt, waar journalisten af en toe een rondje mochten rijden, prototypen. Waarvan we ons steeds afvroegen, komt die nou? En ja, Volkswagen heeft daadwerkelijk de beslissing genomen om de Up GTI op de markt te brengen. Het is zeg maar een iets opgepookte versie van de 90 pk Up die we al kennen. Dus een 1 liter 3 cilinder motortje, maar dat met geen 90 pk, maar 115 stuks. Dat is in een GTI tegenwoordig heel weinig, maar hij weegt dan ook maar een vrij schamele 1000 kilo. Nou, dan kom je toch aan prestaties van 0 tot 100, 8,8 seconden, top, net geen 200 km per uur. En dat zijn weer gegevens die heel erg overeenkomen met die van de allereerste Volkswagen Golf GTI. Genesis van het hele fenomeen GTI. En een auto die nog steeds bekend staat om zijn superleuke rij-eigenschappen. Bewijst dat je helemaal niet meer veel vermogen nodig hebt om een leuke auto te hebben. Zolang als hij maar licht is en lekker wendbaar. Maar goed, wat de klant van zo'n kleine GTI tegenwoordig ook wil, is niet alleen snelheid, maar ook een beetje luxe en een beetje comfort. Nou ja, dat zit bij Volkswagen altijd wel goed. Het zit gewoon hartstikke degelijk in elkaar. Ziet er natuurlijk gewoon super leuk uit met die wieltjes. Klein nadeeltjes wel, geen ingebouwd navigatiesysteem. Dus je zit hier met zo'n mobiele telefoon op je dashboard. Kan allemaal in een normale Up, maar in zo'n GTI'tje zou je misschien net ietsje meer verwachten. Stoeltjes als vanouds, perfect. En nu met zo'n leuk ruitmotiefje. Waar het in ieder geval om gaat, je ziet meteen van verre dat het hier om een Volkswagen GTI gaat. Mooie wheelset, GTI badges. Kortom, om te zien is het een echte. Maar is het ook een echte GTI? Het antwoord erop, tweeledig. Ja, en ook een beetje nee. Want kijk, Volkswagen die zet zijn GTI's nooit op het scherpste van het scherpste. Daarbij is GTI ook altijd vooral het hoogste uitrustingsniveau en enigszins sportieve rij-eigenschappen. En als je naar deze Up GTI kijkt, beginnen we bijvoorbeeld bij de motor. Er is wel wat vermogen. Het is een turbomotortje, lekker veel koppel, 115 pk voor een auto als dit zat. Maar het is tegelijkertijd ook een 3-cilinder, een beetje een zwaar vliegwiel. Grote turbo zit erop, dus redelijk wat turbo-lag. Ja, er zit vaart in, maar het is niet het sportiefste van het sportiefste. Versnellingsbakje wat aan die motor vast zit, hetzelfde verhaal. Het gaat wel, maar je voelt, ja, het is niet echt voor het echt sportieve werk gemaakt. En dan, het allerbelangrijkste natuurlijk voor een GTI'tje, onderstel. Ze hebben er toch wel behoorlijk wat aan gedaan, rondom andere vering, andere damping, andere settings. Waardoor hij wat strakker is, hè, minder rol, minder duikneigingen. Maar je merkt ook aan alles dat ze eerst en vooral hebben geprobeerd om toch het comfort te behouden. Dus echt knijterhard, nee, dat is die belangen na niet. Hoeft ook niet, aangezien hè, de Golf 1 GTI toch ook wel bekend stond om het feit dat hij heel wendbaar was. En tegelijkertijd heel comfortabel. Kijk, je merkt aan alles wel dat het onderstel ietsje strakker, hè, hij is een beetje verlaagd, hij rolt wat minder. Maar het is niet zo dat hij die kwajongen in je losmaakt. En dat is toch eigenlijk stiekem wel een beetje wat ik van de Up GTI had gehoopt. Hè, zoals de vroegere Twingo RS dat ook deed. Nou heeft Volkswagen wat dat betreft één voordeel en dat is dat bijna niemand in het segment dat meer doet. Het ESP-systeem, dat kan bijvoorbeeld niet eens uit. En als je ernaar vraagt bij Volkswagen waarom is het ESP niet uitschakelbaar, en dan zeggen ze, we moeten de klant die zien van nu nou eenmaal tegen zichzelf beschermen. Het zijn veelal een beetje jonge klanten, niet zoveel rijervaring. En wij willen het niet hebben dat die het ESP-systeem uit kunnen schakelen en zichzelf te pletten rijden. Ik ben het er niet mee eens. Als het een ESP-systeem is wat je moet uitschakelen door een knop 10 seconden in te drukken, dan heb je precies 10 seconden bedenktijd of je wel genoeg talent hebt om een auto zonder elektronisch stabiliteitsprogramma te rijden. Niet waar? En begrijp me niet verkeerd hoor, op de juiste weg kun je echt wel plezier hebben met deze Up GTI. Alleen dat kon je met de normale 90 pk versie ook al. Het onderscheid met de gewone Up is wat dat betreft misschien net iets te klein om de GTI badge te rechtvaardigen. Gelukkig is dat ook wel terug te zien in de prijs. Het kost namelijk iets minder dan 20.000 euro. Klinkt als een boel geld voor zo'n klein wagentje, maar
bedenk goed, daar krijg je wel heel veel standaard uitrusting voor terug. En als je dan zo'n 90 pk uppakt, doet ook al die uitrusting erop die je standaard krijgt, dan is het prijsverschil eigenlijk helemaal niet zo groot. Misschien ongeveer even groot als het verschil in karakter tussen de snelste up tot nu toe en deze up GTI. Met andere woorden, grappig wagentje is het segment, absoluut een leuk ding, maar misschien meer een up GT dan een echte GTI.